Goedemorgen. Ik neem jullie al vroeg in de morgen mee naar een van de mooiste plekjes die er in Oost-Groningen te vinden is. En dat is namelijk bij het dorp Smeerling. Het pad hier achter mij, dat ben ik komen aflopen. En dat begint bij de parkeerplaats van het theehuis, wat ik jullie zeer kan aanbevelen. Dat is nou helaas dicht. Maar daar kun je prima thee drinken als het weer open gaat. En ik neem jullie mee naar een plekje waar dat, vind ik, heel bijzonder is. Want we lopen hier in het dal van de Ruiten A. En als je dit pad dan zo verder afloopt, dan kom je op een gegeven moment op deze plek uit. En ik zal me zo even draaien, zodat jullie kunnen zien hoe dit eruit ziet. Dit is de brug over de Ruiten A. En hiernaast loopt het pad waarmee je door de Ruiten A heen kunt lopen op blote voeten. Met een enkel gemeentelid dat ik nog verder niet zal noemen uit Muntendam, heb ik hierover gepraat van tevoren. En die zei, nou weet je wat, misschien moet je dat maar doen. Doe je schoenen maar uit en loop met blote voeten er doorheen. Ik doe dat niet. En waarom niet? Het is met de koud. Even een ondertiteling, het is met de koud. Wat ernaast ligt, en dat hoor je nou ook, dat is een, ja, een waterval, een stroomversnelling, want dat hoort hier ook thuis. Dit is de Ruiten A die weer een prachtige rivier geworden is en nu kronkelt door de hele omgeving. En waarom is dat zo geworden? Nou, daar ga ik zo wel even wat over uitleggen. Eerst maar eens even over deze prachtige omgeving. Dit pad loopt verder naar het Lieftingsbos. Dat is een oerbos waar je nog oude restanten vindt van het oerbos dat Nederland ooit overdekte. En dit is een plek van natuurmonumenten. Die onderhoudt hier onder andere en doet heel veel meer mooie dingen hier in deze directe omgeving. Waar ik het met jullie over wil hebben, dat is over het thema van de klimaatverandering. Aan de hand van een Bijbelgedeelte. Oh, daar moet ik zo nog even over nadenken hoe ik dat doe. In elk geval, klimaatverandering. Het is op dit moment 10 graden, terwijl het 15 zou moeten wezen. Dus heel veel merk je er niet van. Maar de aarde is bezig het op te warmen. En er zijn een aantal dingen die daar effect op hebben. Daar ga ik even kort een paar van noemen. En de Ruiten A is er ook een van, maar dan in positieve zin. Over klimaatverandering, over de Noordpool. Het ijs van de Noordpool smelt in een ras tempo. En het eigenaardige doet zich voor dat daardoor de zeespiegel niet hoger wordt. Want ijs neemt meer ruimte in beslag dan water. Dus dat betekent dat wat dat betreft nog niet bang hoeven te zijn voor onze dijken enzovoort. Maar wat wel dramatisch is dat het heel veel warmte opneemt dan vervolgens. De Noordpool is altijd een plek van kou, maar dan wordt het steeds warmer, waardoor het smelten steeds sneller gaat en de opwarming ook steeds sneller. En dat is dan weer heel slecht voor de atmosfeer, want die zorgt ervoor dat er heel veel energie in zit. En dat er dikke buien ontstaan en dat er zware regen valt en weet ik wat allemaal meer. Dat is wel heel negatief, ook voor ons hier in West-Europa. Tweede voorbeeld. Groenland is bezig groen te worden. Dan denken jullie misschien, nou mooi voor de Eskimo's, we kunnen hier een tuintje aanleggen. Nou, daar is het wel dramatisch, want Groenland is bedekt door een enorme ijskap. En op het moment dat die gaat smelten, en dat is nu dus gaande, dan komt er een ongelooflijke hoeveelheid, ik weet niet hoeveel kubieke kilometer, aan water bij in de zee. En dat zorgt dus wel voor de stijging van de zeespiegel. Derde voorbeeld, Antarctica, Zuidpool. Daar ligt nog veel meer ijs. En dat is ook bezig te smelten, in grote hoeveelheden. En Antarctica dobbert niet op het water zoals de Noordpool, maar ligt op rotsen. Met als gevolg dat je kunt zeggen dat daarmee ook nog weer een heleboel ijs verandert in water waarmee de zeespiegel verhoogt. Nou denk je misschien, goed, wat zal ons daar dwars zitten? Wij zijn goed in het bouwen van dijken en zo en dat soort dingen meer. Nou, in het jaar 2000 stond het water in het Winschoterdiep zo hoog dat de mensen die in Winschoten Noord woonden er angst voor moesten hebben dat de dijk doorbrak. Want dan was er 1,5 meter waterhoogte komen te staan in Winschoten Noord. Dat is ongeveer bij mij borsthoogte. Dat is nog eens wat anders dan zo'n doorwaardbare plek als dit.
Heel reëel dus. Er is toen wel wat aan gedaan, het scheelt een heleboel. Maar dit was wel even een spannend moment. Ik ga even naar de brug staan, want het biedt mij een mooie gelegenheid om even wat te zeggen over klimaatverandering en over dit riviertje. En dit is de Ruitenaar. De Ruitenaar was ooit een veenrivier die dwars door turf en hoogveen heen kronkelde en het water afleverde naar zee. Toen kwam de landbouw en de turf werd afgegraven en de landbouw kwam. Het was nog steeds arm hier hoor. Er zijn weinig inwoners die geprofiteerd hebben van de turf hier. Komt jullie misschien bekend voor? Nou ja, gebeurt wel eens vaker zulke dingen. In elk geval, de Ruitenaar werd een streep, een rechte lijn om het water zo snel mogelijk naar zee te krijgen. Toen kregen we ineens veel te veel water en kon de Ruitenaar niet meer aan. En toen bedacht Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, dat ze de Ruitenaar weer zijn oorspronkelijke loop wilde geven, want er was er veel meer wateropslag mogelijk. Plus een aantal plekken waar het water naartoe kon. Nou, en zo geschiedde. Dit is dus ook een voorbeeld van wat klimaatverandering kan doen met mensen en kan doen met je omgeving. Een heel positief voorbeeld. Dit kan dus ook. En het levert ondertussen een prachtig natuurgebied op. En dan wou ik iets zeggen over de Bijbeltekst. Maar mijn Bijbel ligt thuis. Dus hoe doe ik dat nou? Uit mijn hoofd, dat zou kunnen eventueel, maar dat is misschien wel tricky. Maar volgens mij zag ik hier, wacht eens even. Ik zag hier iets, hier hangt wat aan een boom. Nou, dan moet je toch kijken zeg. Dit is toch wel een wonder. Of niet dan? Hier vind ik, ik zal het even laten zien. Is het te lezen zo, met een beetje moeite? Nou, jullie moeten me maar op een goede woord geloven. Hier ligt de tekst, hangt de tekst aan de boom van Psalm 24, waar ik het over wil hebben. Nou ja, mijn verwondering is nou een klein toneelstukje natuurlijk, dat snappen jullie wel. Dit is een kwestie van vooruitziende blik, want ik heb hem er zelf net opgeprikt. Psalm 24, van David, dacht ik, ik doe even mijn hoed aan. Van David een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Nou, dus daar moet ik even over nadenken. Want, kijk maar even met me mee. Ik begin met het pad waar ik net gelopen heb. Als je daarnaar kijkt, dan zie je een mooie akker. Het pad is van Natuurmonumenten. De akker die ernaast ligt, wordt gebruikt voor roggeteelt. Op een niet intensieve manier. Hier ligt nog een pad. Daar ligt nog een akker. Van Staatsbosbeheer of van een boer. Dit pad is ook van Natuurmonumenten. En dan kom ik bij die mooie brug en die waterloop waar je doorheen kunt. Ook van Natuurmonumenten. Loop naar Liefdingsbos, ook van Natuurmonumenten. En als je dan nog even verder doordraait, dan kijk je nog weer achteruit. En daar zijn nog wat graslanden waar een paar... Oh nee, dat is wat anders. Ik wou zeggen waar een paar paadjes staan, maar dat is heel wat anders wat ik zie. Kortom, dit is een beetje van mij. Ja, ik ben groot grondbezitter. Namelijk lid van Natuurmonumenten. Samen met mijn vrouw dan ook wel. En het stelt niet veel meer voor dan zeg maar een kiezelsteentje hier op het pad. Wat dan van mij is. Want ik bedoel, er zijn heel veel mensen lid van Natuurmonumenten. Dus dat scheelt dan alweer. Dit is dus van mij. Zeggen we dan wel eens. Dat is natuurlijk onzin, maar dat zeggen we dan wel. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want de manier waarop mensen over de natuur en over de schepping en over grond en dergelijke denken. Mijn grond, mijn tuin, mijn huis. Het is van mij. Terwijl ik denk van, ja maar wacht even. Klopt dat wel? Als ik nou die psalm net goed geluisterd heb, beluisterd heb. Hier is nog een speelplaats voor kinderen. Dat is ook wel aardig om even te laten zien zo. Als je die tekst nog goed beluisterd hebt, dan is het dus helemaal niet van mij. Het is van God. Dit is wel een confronterende tekst. Ook voor de samenleving van vandaag. Het is God die de wereld en haar volheid in eigendom heeft. Nou, ik denk dat er een heleboel mensen zeggen of denken van nou, daar haal ik de schouders bij op. Zeg me helemaal niks, ik heb niks met God. Nee, dat kun je doen. Ik vind het niet verstandig, want op het duur loop je een keer tegen de maan. Maar wat moet je er dan mee? Als dit allemaal van God is.
Wat is dat? Wat maakt ons dat dan? Nou, dat maakt ons tot rentmeesters. Tot pachters, zeg maar. We hebben het te leen gekregen. En dat maakt mij ook zo blij als het gaat om daaruit te halen. En dan denk ik van nou, kijk, dit is nou een stukje waarvan ik denk, hier hebben we met elkaar op een of andere manier doorgekregen hoe belangrijk het is om dit stuk natuur ook inderdaad als een gave van God te beschouwen. Nou weet ik wel, lang niet iedereen die lid is van natuurmonumenten denkt er zo over, maar dat hoeft wat mij betreft ook niet. Ik denk er zo over. Ik kijk er zo tegenaan. En de psalmtekst die helpt mij om inderdaad het zo te zien. Het maakt dat ik anders tegen de natuur aankijk. En ik begrijp ook dat de Bijbel jullie en mij uitnodigt om op die manier tegen de schepping aan te kijken. Het is niet van ons. Het is van God en wij hebben het gekregen om wat mee te doen. Om er wat goeds mee te doen. Om het te beschermen en te behoeden. Zegt ook iets over mijzelf. Ik ben niet van mijzelf. Dat klinkt wel heel raar natuurlijk. Ik bedoel, van wie ben ik dan? Ja, van mijn vrouw kan ik zeggen. Dat klopt ook nog. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel daarmee, wij leven ons leven vaak alsof ons bestaan ons eigendom is. Het is van mij. Het is mijn leven. Nou, in onze tijd al helemaal. Bij de coronaproblematiek hoor je toch regelmatig een protest. Dat gaat erom dat het mijn leven is dat de overheid ineens zit te besturen. En dat willen we dan niet. En dan worden we boos. En dan gaan we zuipfeesten erop nahouden. En dan weet ik wat voor mooie dingen allemaal. Vreselijke dingen. Mijn lichaam is van mij. Zelfbeschikkingsrecht. Op zich een goede zaak. Dat betekent dat iemand anders niet je kan dwingen tot allerlei akelige en rare dingen. Dus daar ben ik het mee eens. Maar het is niet van mij. Ik bezit het niet. Ik heb het te leen gekregen. Ik heb mijn leven ook te leen gekregen. En dat geldt voor jou ook. En dat geldt voor u ook. En wat doet dan klimaatverandering? Nou, klimaatverandering wijst ons er met de neus op dat als we denken dat we er baas over zijn, dat het dan misgaat. Meestal. Met een enkele positieve uitzondering. En dat geldt voor ons leven ook. Als we daar de baas over zijn, dan klopt het niet meer. Dan deugt het niet meer. Dan loopt het spaak. Deze psalm nu nodigt ons uit en roept ons op om eer aan God te geven. Om te bedenken dat Hij het is, die eigenaar is van de aarde en alles wat daarin leeft, de zee en de stromen waarop Hij de aarde gegrondvest heeft. Zo staat het er. Op de stromen heeft Hij haar verankerd. Dat is het mooie oude wereldbeeld dat als het ware zegt dat het vasteland drijft of staat op pijlers in de wereldzee. Uitdaging. Dat is een uitdaging om over na te denken. Een uitdaging om te bedenken wat dat voor mij dan betekent en voor jou betekent. Om God de eer te geven die hem toekomt. Om hem te eren in ons doen en laten. Om hem te eren met ons lichaam. Met ons denken. Met ons voelen, met ons handelen. Om hem te eren met ons gedrag en onze relaties. Met onze verantwoordelijkheid die we nemen. En niet laten liggen. Die we dragen willen omdat God het ons geeft om te dragen, om zijn wil te doen. Weet je, er is nog wat met die psalm, dat heb ik nog niet aan de boom geprikt, maar het eindigt heel bijzonder. Het eindigt namelijk met de intocht van de koning der koningen en de heer der heren. Dat de poorten open moeten gaan en de deuren open van de aarde, omdat de koning binnenkomt. Dat is iets waar we naar uitzien. En dan weten we dat er iets komt dat nog mooier is dan dit prachtige plekje hier in Zuidoost-Groningen. Er komt iets dat bijna onvoorstelbaar is. Ondertussen leven we daar al naartoe en doen we ons best om die koning alvast te dienen. Ook als het gaat om klimaatbeheersing. Ook als het gaat om behandeling van natuur en van schepping en van mensen om ons heen en relaties en van onszelf. Het maakt dat we er niet zijn om alleen maar uitbundig feest te vieren. Maar het maakt dat we er zijn, geroepen zijn door God om zijn mensen te wezen. En dat te laten zien, mensen van zegen. En als je dat nog niet zo kent. Als je denkt van, nou dit zegt mij allemaal niet zoveel eigenlijk. Als je altijd gedacht hebt, ik ben zelf baas over mijn eigen bestaan. Dan nodig ik je uit om het perspectief van Psalm 24 te nemen. Erover na te denken. Wat betekent dat God de hele wereld bezit. En alles wat daar woont, jij dus ook, u dus ook. Als dat zo is, wordt het tijd om te erkennen dat Hij het is, die de gever is van het leven. En degene die ons tijd van leven geeft. En dat maakt dat het perspectief van je leven verandert. Ik ben blij met deze plek.
Ik ben heel blij met Gods schepping en dat ik hem mag wezen. Ik ben blij met iedereen om ons heen. Er zijn heel veel dingen die ik als zegening mag ervaren. Omdat ik heb leren kijken door Gods goedheid met de ogen van Psalm 24. De aarde is van de Heer en alles wat daar leeft, zegt David. En ik zeg het met hem mee. En ik hoop jullie ook. Want dat geeft troost, bemoediging, steun en het helpt je om perspectief te hebben. En te weten wat je wel en wat je niet moet doen. Mogen de Heer jullie daarin zegenen. Amen.